Het is algemeen bekend dat er heel veel mis is met het onderwijs binnenland. Vandaar dat de huidige onderwijsminister, Henry Ory, dan dit heel erg serieus neemt en wil dat de problemen voor wat betreft onderwijs binnenland met alle actoren opgelost wordt. Vandaar dat er vanuit het ministerie van Onderwijs dan ook een onderwijs binnenland congres is gehouden op deze vrijdag. En dat gebeurde dan in Royal Ballroom Torarica, waar verschillende actoren, ook de waarnemend president Ronnie Brunswijk, allen bij elkaar zijn gekomen om zich te buigen over de problemen in onderwijs binnenland. En wat dit congres toch een beetje apart maakt, is dat ook de vice-president, de minister en zijn totale team ook hebben deelgenomen aan de verschillende werksessies, zodat ook zij met oplossingsmodellen komen en oplossingsmodellen aandragen. Ook vanuit de waarnemend president, Ronnie Brunswijk, zijn er wat remarks gemaakt, wat kanttekeningen geplaatst. En we voeren u naar waarnemend president, Ronnie Brunswijk. Ja, toe professor D. En misschien een bijzondere uitdaging zijn abigemant jaar kong. En je staat hier probleem dan voor free challenge mago. Wat dat drie botono de in op de man. Ben ik het om. A eerste jari kon ik een minister te kosten dat op en na eerste jari kan hem dat jaren uitdaging de. Maar tweede jari nog een jaren zal dat moro. Voor zijde, we gaan plannen. We maken beleid nu, want we gaan het niet zo kunnen laten toch, dat hij omdat vanaf 50 jaar is aan de zo, hoe nu de voetjaar verandering komt. Ja, innovatief denken, we denken aan een visueel, we denken aan een bakamon toch. Dat even met draaien zijn, en misschien is dat naast zijn dat hier, boten aan een probleem, en een morgen probleem is dan misschien als een financiële gedeelte. Ik heb financieel nodig, dan moet de keihard voor de kassen dat te keren. Dan moet ik stoppen binnenland. Want ik heb een jaar nodig. En kijk vandaag ook een maand later gaat de school daar beginnen. De Samboan Taki, die uitdaging die ik hier heb gezien, door Taki in de werkgroep, en de oplossing moest mandé. En dat oplossing naar moeilijk fout dat je deze stand dat we moest liever bijdragen. Maar nu moet de overheid bijdragen leveren. De overheid moet inkomen voor zorgen dat hij de 1 oktober scoren op naar Marowijnen, naar Paramaribo, ook toe naar Komalassa moet ons op. Ja, dan moet je wanneer aan toch. Maar voor wat 1 maand later gaat openen. En we staan de uitdaging is op de bar. U sap sal en knelpunt ek bata moet dat dan anon moes matek u toedri lees ito. U de eens aan mi? Efa eerste jari wat ek hier heb, minister eerste jari, natuurlijk, maar den probleem zou constateer, tra jari, u moes zorgu dat hi a plane o de standby, a boto o de standby. Ik heb zelf voorgesteld, unaf, if mooi no def paik gemer nanga so, TCD gaat ook naar het binnenland. Ik heb die voorstel al zoveel keer gedaan, maar de man moet de man moet op pai. Terwijl we hebben al de land die boten naar Achoni. Land de pai de boten dat ik ba. Dan is het een kwestie van opdracht geven dat vanaf zo'n dag de land die boten op de standby voor Tjades mag worden impressie. Kunnen we pai wat extra money? De vice-president gaat naar Komala Samutu zo'n dag. Dat plein zou ik ook niet bakken voor Kiami kom bakken, waar ik 7000 zoveel zou betalen, neem die leerkrachten mee. En omgekeerd. Dus, we vertrouwen aan jullie en toe bij iemand zien, maar ik heb een boom beleidsplan, ik heb een tak trajari, we start al in score, tapa 7 euro. En dat kan. En als na financiën een probleem, de minister Gendor om in lezen, dan ons refie in een raad, gaan we daarover praten. Ja, en parlement ook toe, dus don't ja zo. Dus refie moest contrangen ook toe voor takjere. Dit is na prioriteit. Ja, want na money, soms zie je na money na probleem. En money nog aan dat probleem, dat je nog een paar met de team voor leren.